Massaal verzet van Palestijnen. Feest bij de supporters, volleyballers naar de Olympische Spelen. Ongeluk voor Vlaams milieu. Goedenavond. De Palestijnse opstand is compleet. Werkelijk overal in de bezette gebieden komt het nu tot botsingen tussen het Israëlische leger en de Palestijnse bevolking. Het laatste etmaal zijn weer 5 mensen om het leven gekomen. Sinds gisteravond zijn zeker 5 doden gevallen onder de Palestijnse bevolking op de westelijke Jordaanoever. In de afgelopen 2 maanden zijn in totaal 48 Palestijnen doodgeschoten door het Israëlische leger en honderden burgers werden gewond. Het accent van de Palestijnse opstand is verlegd van de Gazastrook naar de westelijke Jordaanoever, waar de situatie met de dag erger wordt. Niet alleen overdag, maar ook 's avonds gaan de onlusten nu gewoon door. Israël stuurt steeds meer troepen naar de bezette gebieden, maar ook al die soldaten met jeeps en panzerwagens slagen er niet in om de Palestijnse bevolking met geweld onder controle te krijgen. In een groot aantal Palestijnse dorpen en steden is nog altijd een militair uitgaansverbod van kracht en in totaal zitten nu bijna 200.000 Palestijnen thuis opgesloten als gevolg van al die uitgaansverboden op de westelijke Jordaanoever. De Israëlische regering heeft vandaag opnieuw vergaderd over de situatie in de bezette gebieden, waarbij voor het eerst een uiterst pessimistisch beeld werd geschetst door minister van Defensie Rabin en de stafchef van het leger, generaal Shomron. De defensiespecialisten vertelden aan de ministers dat voorlopig geen verandering is te verwachten in de wijdverspreide opstand van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden. Intussen wordt er internationaal toch druk gezocht naar een oplossing. Een afgezant van de Verenigde Staten reist door het Midden-Oosten in een poging te bemiddelen. En morgen spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de EG met koning Hussein van Jordanië over de mogelijkheid een vredesconferentie te houden. Groot feest voor het Nederlandse herenvolleybalteam. Het mag deze zomer naar Seoul, naar de Olympische Spelen. Want het won vanmiddag in Amsterdam en wel met 3-0 van China in de finale van het pre-Olympisch volleybaltoernooi voor een opgetogen publiek. 3 uur voor het begin van de wedstrijd staat het publiek al in de kou voor een meer dan uitverkocht huis. 3600 toeschouwers zijn er, onder wie staatssecretaris Dees en zijn vrouw. Het Solidariteitsorkest warmt het Chinees-Nederlandse spektakel op. De commercie ontbreekt ook bij volleybal tegenwoordig niet. De Chinese ploeg weet de zenuwen aardig te verbergen. Dat terwijl de Chinezen zich best realiseren dat Nederland favoriet is. Yes. We can win the match. I think that would be a big surprise for the spectators also and the touch team. En dat Nederlandse team gaat, als het wint, voor het eerst in 24 jaar weer naar de Spelen. Zo中国队起身啊，啊，哎。 Ploegen draaien zich warm voor een werkelijk uitzinnig publiek. En de Nederlanders zorgen voor een resultaat dat de Chinezen al vreesden. Well, the next the Olympic Games. How far we go, I don't know. But we'll try the best. Vakbonden en directie van de Koninklijke Maatschappij de Schelde in Vlissingen hebben een principeakkoord bereikt over een reorganisatie. En het belangrijkste onderdeel daarvan is een omvangrijk sociaal plan, waardoor er minder ontslagen zullen vallen dan eerder was aangekondigd. De directie van de Schelde, waar marineschepen en zware apparaten worden gebouwd, kwam 2 maanden geleden met een reorganisatieplan dat 600 van de 2800 banen zou kosten. En daarbij zouden zo'n 500 gedwongen ontslagen nodig zijn. Na intensief onderhandelen met de vakbonden is dat plan bijgesteld. Nu moeten er zo'n 520 banen weg, waarbij ongeveer 325 gedwongen ontslagen zullen vallen.
Voor bijna de helft daarvan gaat het om werknemers van 55 jaar en ouder, die echter tot hun pensioen bijna 90% van hun salaris zullen houden. En dat geld wordt bij elkaar gebracht door de blijvende werknemers, die de komende 4 jaar 1,5% van hun loon zullen moeten inleveren. Verder zal er 14 miljoen gulden in een pot worden gestopt, waarmee ontslagen werknemers aan een nieuwe baan geholpen moeten worden. Maar dat zal niet zo makkelijk zijn, want er is in Zeeland weinig industrie die vergelijkbaar is met de Schelde. Het principeakkoord over de reorganisatie wordt komende woensdag aan de leden van de bonden voorgelegd. Die staan allerminst te juichen, maar er lijkt geen alternatief te zijn. Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en België hebben nog steeds niet gereageerd op het voorstel van minister van Ekelen van Defensie om in de Perzische Golf een gemeenschappelijke Europese marineeenheid te laten opereren. De mijnenjagers Maassluis en Hellevoetsluis blijven met een nieuwe bemanning tot mei ongeveer daar in de golf. De oude bemanning kwam vanmorgen vroeg terug. Uit Dubai kwam deze Airbus van Martinair. Vanochtend rond 8:30 landde dit toestel, de Prins Maurits, op Schiphol. Met aan boord 104 mensen die ruim 5 maanden van huis zijn weg geweest. De bemanningsleden van de mijnenjagers Maassluis en Hellevoetsluis. Eén van hen is Edwin van Maren. Hij is hofmeester. Gisteren, vlak voor vertrek, kreeg hij een ongeluk. En vandaag op Schiphol als troost zoenen van stewardessen. De mensen van de Maassluis en Hellevoetsluis hebben in de straat van Hormuz en in het zuidelijk deel van de Perzische Golf geen mijnen gevonden. Vice-admiraal van Renesse. Er is wel eens gezeurd, niet door u, maar door anderen, over het feit dat er geen mijnen zijn gevonden door u. Ik denk dat het maar een halve waarheid is. U heeft aangetoond dat er in de gebieden waarin door u operaties zijn uitgevoerd, geen mijnen liggen. En dat is toch op zijn minst voor de internationale scheepvaart die door die gebieden heen vaart, een hele geruststellende gedachte. Daarna spelde de vice-admiraal, die commandant Zeemacht Nederland is, speciale herinneringsmedailles op. Van Schiphol werden bemanningsleden met bussen naar het marine-etablissement in Amsterdam gebracht. Daar volgt het weerzien na 5 maanden. In Staden in West-Vlaanderen is 100.000 liter spijsolie weggestroomd toen de opslagtanks het begaven. Een reportage van onze Belgische collega's. De olieraffinaderij De Bijl is gespecialiseerd in de productie van plantaardige olie voor huishoudelijk gebruik. Rond 5:30 vanmorgen, kort nadat de nachtwaker zijn laatste ronde had gedaan, scheurde de buitenmuur van de fabriek open en stortte de opslagplaats in. 8 silo's met elk een capaciteit van 25.000 liter olie kwamen op de openbare weg terecht. Ook een deel van de koelinstallatie kwam naar beneden. Volgens de eerste vaststellingen zouden de funderingen van de opslagplaats het begeven hebben als gevolg van de overvloedige regen. Langs het bedrijf loopt een kleine beek die het vele water niet kon verwerken en daardoor ontstond een grondverzakking. De brandweer stond voor een ongewoon karwei. We vermoeden dat er een 100.000 liter olie dus in de water is, maar er is bestendige controle door de brandweer op de verschijning tot aan de ijzer dus, om eventueel milieuverontreiniging tegen te gaan. Een speciaal bedrijf werd ingeschakeld om de olie die nog in de opslagtanks was overgebleven en de andere die op de openbare weg lag over te pompen. De waterzuiveringsmaatschappij van het Kustbekken kwam kijken of de waterwegen in de buurt door de weggevloeide olie vervuild waren of niet. De schade als gevolg van deze instorting wordt op 100 miljoen frank geschat. 70 personeelsleden kunnen morgen weer normaal aan het werk, want alleen dat gedeelte van de fabriek is ingestort waar de olie werd opgeslagen. Niet Ukkel, maar De Bild verstrekt ons de volgende weersverwachting. Vanavond en vannacht zijn er perioden met regen. Morgen overdag zijn er buien, mogelijk met onweer. Zeker in de middag schijnt zo nu en dan de zon. De temperatuur die vannacht naar 1 graad of 3 zakt, ligt morgenmiddag rond 7 graden. De wind tenslotte is westelijk en langs de kust af en toe stormachtig. In de vroege ochtend waait er tijdelijk een westerstorm. De vooruitzichten voor dinsdag tot en met vrijdag. Aanhoudend wisselvallig, vooral op dinsdag en woensdag. Veel wind, het blijft zacht.
Einde van dit 8 uur journaal. Prettige avond.